IJzeren Man is genoemd naar de stoombaggermolen die hem groef rond het jaar 1890. Voor de stadsophoging van de wijk Het Zand tussen het treinstation en de binnenstad van 's-Hertogenbosch werd op deze plek zand gewonnen. Vandaag de dag is de IJzeren Man meer dan alleen een recreatieplas gelegen in een bosrijke omgeving. Men kan hier komen zonnen, zwemmen, borrelen of loungen op een strandbedje. Ook is er een grote speeltuin voor de kids en zijn er diverse wateractiviteiten. Het strandhuis van de IJzeren Man is toegankelijk voor strandgasten, maar ook voor passanten, fietsers en wandelaars. De IJzeren Man is een zeer veelzijdige locatie met het strandbad voor strandgasten, passanten en fietsers. Het strandhuis voor loungen, borrelen en eten. En het strandpaviljoen voor feesten en evenementen aan het water. We zijn hier bij de IJzeren Man. Mijn naam is Henrik Vermeer. Ik wil jullie een klein beetje vertellen over het ontstaan hier van de IJzeren Man. We zijn op dit moment op het terras van het strandhuis. En de plas die je op het beeld ziet, achterop het beeld ziet, die is gegraven rond 1900. Het is een zandafgraving. En vanaf 1939 is hier eigenlijk een gemeentelijk strandbad. En dat gemeentelijk strandbad, dat hebben we in 2014 mogen overnemen en zijn we nu aan het exploiteren. Daarvoor hebben we het strandhuis waarbij je lekker kan lunchen en lekker kunt loungen. Iedere dag geopend is in de zomer en in de winter van woensdag tot en met zondag. Het strandbad zijn we aan het omtoveren naar de moderne tijd. We zijn begonnen met het strandhuis. In een van de oude kleedlokalen van het strandbad hebben we het strandhuis ontwikkeld. Het is een concept waar je kunt loungen en waar je kan zitten. Je ziet op de achtergrond ook de strandbedden. We zitten nog vrij vroeg in het seizoen, dus de kussens liggen er nog niet op. Maar ook de bedden liggen straks helemaal vol. De terrassen zitten straks helemaal lekker vol als het zonnetje vol schijnt. Daarnaast hebben we ook het strandpaviljoen, waar we met feesten en partijen, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten, waar je echt met een bedrijf of een groep terecht kan om te genieten van de omgeving hier aan de IJzeren Man. En vervolgens heb je ook het strandbad daaraan gekoppeld, waar je als dagjesgast gewoon lekker met je coolbox van de zon kan genieten en van het water kan genieten. De kinderen lekker kunnen spelen. Waar je lekker bezig kan zijn met elkaar. Achteraan op het park hebben we ook een ruimte of een deel voor outdoor activiteiten. Fit Outdoor is daar actief. Fit Outdoor die doet ook activiteiten voor groepen. Zoals vlotbouwen en varen, drakenboot varen, handboogschieten, kruisboogschieten. Verschillende activiteiten, archery tech. Ook kun je aan de IJzeren Man nog fietsen huren, van waar jij weer het gebied in kan. We zitten ook tegen een bos aan en tegen de Loonse en de Runderse Duinen, wat een fantastisch natuurgebied is om naartoe te fietsen. Het is een hartstikke mooie plek om je auto te parkeren, met een parkeerplaats voor 700 auto's, om van daaruit het gebied te ontdekken. Het water van de IJzeren Man is zeer zuiver. Je kunt tot 3 meter op de bodem kijken. De IJzeren Man is ook niet diep, hij is ook niet veel dieper dan 3 meter. Wat maakt ook dat je dus veilig kan zwemmen. De winter van 2016 hebben we hier nog met duizenden mensen op het ijs gestaan. En dat was ook een prachtig tafereel. Kortom zijn we bij de IJzeren Man volop in beweging. We hebben verschillende activiteiten. Voor ieder wat wils hebben we hier aan het water. We zijn er ook trots op dat we een van de schatten van Vught mogen zijn. Ik zou zeggen, wees welkom bij de IJzeren Man. Mis hem niet. Een bezoek aan Vught begint hier. Bezoek Vught.nl